Goed, welkom terug in de bouwkamer, of in dit geval het aanrecht redelijk dicht in de buurt van de bouwkamer. De video van vandaag die gaat over eigenlijk wat ik altijd de nulde stap noem van het modelbouwen. Namelijk het wassen van je plastic. Ik ga uitleggen waarom het wassen van je plastic belangrijk is, hoe je het doet en met welke dingen je natuurlijk rekening moet houden. Nou, waarom je plastic wassen? Plastic wordt gegoten, zoals je weet, in mallen. En die mallen die worden iedere keer als er een run wordt gedaan, dus als de mallen worden gevuld, een heel klein beetje ingevet. Dat vet dat heeft als functie dat als het plastic uitgehard is, dat het makkelijk loslaat van de mallen. Omdat als dat niet gebeurt, nou ja, als je wil uitvinden wat er gebeurt als dat niet gebeurt, dan moet je gewoon een keertje een kit van E-model kopen. Dat is een Russisch merk. En dan zie je precies wat er allemaal verkeerd gaat. Maar dat is weer een heel ander onderwerp. Maar goed, die mallen die worden ingevet. En vet is natuurlijk als de pest voor je verf, maar ook voor je grondverf. Je wilt het gewoon niet hebben. Nou, wat is de manier om daar iets aan te doen? Je plastic wassen. In heel veel bouwinstructies wordt dat ook in het begin uitgelegd dat je dat moet doen. Nou, persoonlijk, in het begin dacht ik altijd van wassen. Wassen, is dat nou echt nodig? Ik bedoel, hè, waar praten we nou eigenlijk over? Tot ik op een gegeven moment ging merken dat bij bepaalde merken, bijvoorbeeld bij Italeri, dat het vaak zo was dat ik erachter kwam dat bijvoorbeeld mijn primer totaal niet goed bleef zitten. Op een manier die ik gewoon totaal niet kende van de primer die ik gebruik. En dat is Tamiya primer, dat is gewoon een heel erg goed spul. Dus ik kwam erachter dat er iets met dat plastic was, waardoor primer en verf en al die dingen gewoon niet goed bleven zitten. En toen realiseerde ik me, misschien is het toch beter om plastic gewoon te wassen voordat je ermee gaat beginnen. Nou, en dat is ook helemaal niet moeilijk. Nou, je plastic wassen, wat heb je nodig? Nou, als eerste heb je natuurlijk een teltje nodig. Ik heb een teltje dat, zoals je kan zien, dat ik alleen gebruik voor het wassen van plastic. Dat is wel heel erg belangrijk. Want als je de tel gaat gebruiken waar je ook de vaat in doet of andere smerige rotzooi in doet. Kijk, op een gegeven moment gaat er natuurlijk iets van die smerige rotzooi aan de binnenkant van die tel zitten. En ja, dan ben je jezelf in de voet aan het schieten. Dat werkt gewoon niet. Als je er één teltje voor gebruikt, dat kost niet meer dan 2 euro. Dan weet je in elk geval zeker dat je niet met verontreinigingen te maken krijgt. Dus dat is één ding, een teltje. Ten tweede, ja, je bouwdoos natuurlijk, super flauw. Ik heb gekozen voor een 1 op 144 bouwdoosje, omdat er niet zoveel plastic in zit en het dat ook maakt dat deze video wat makkelijker te maken is. Nou, het volgende wat je nodig hebt. Keukenpapier, maar toiletpapier kan ook. Dat zal ik je zo meteen uitleggen hoe dat precies zit. Nou, het laatste wat je nodig hebt, dat is natuurlijk een plek om je plastic straks te drogen te hangen. Nou, zoals je kan zien in dit wasrek hangen op dit moment al meerdere kits te drogen. Dit wasrek fungeert voor mij ook een beetje als een soort van verticale opslagruimte. Kijk, je kunt natuurlijk ook prima gebruik maken van een stukje van een gewoon wasrek. Ik zou het niet per se buiten doen. Maar als je een wasrek binnen hebt, dan kan je dat natuurlijk ook prima gebruiken voor het ophangen van je plastic. Mijn advies is eigenlijk, zorg voordat je echt het plastic gaat wassen, dat je de wasknijpers die je nodig hebt, en voor een 1 op 144 kitje gok ik dat ik aan deze 7, dat ik wel ongeveer genoeg heb, dat die al klaar hangen. Dat maakt het straks als je het spul gewassen hebt gewoon een stuk makkelijker om het gewoon heel snel zonder frustratie een plek te geven, zodat je klaar bent. Oké, ik zou zeggen, laten we aan de slag gaan. Nou, dan heb je natuurlijk nodig water. Zorg dat het water handwarm is. En echt niet meer dan handwarm. Je zult versteld staan namelijk van hoe weinig warmte in het water er eigenlijk al nodig is om het plastic van gietramen te laten buigen. Dus pas heel erg op met je temperatuur wat dat betreft. Iets warmer. Water is voldoende warm.
Je hebt niet heel veel zeep nodig. Ik zou zeggen, probeer een paar druppeltjes zo. Dat is echt genoeg. Zo, een beetje schudden. Oké, ik moet nu oppassen, want anders wordt het water te warm. Zo. Nou, het is zo dat in de meeste bouwdozen heb je eigenlijk te maken met twee soorten plastic. Namelijk dit, het gekleurde plastic, en het kleurloze plastic. Mijn advies is, was het gekleurde plastic eerst. Hop, erin. En dat hoeft allemaal helemaal geen lang verhaal te zijn. Zo, je beweegt het een beetje zo door het water. Waar het om gaat is dat de moleculen in het zeep, dat die contact kunnen maken met het vet wat erop zit. En dat, ja, ik bedoel, zoals ik al zei, je doet dit zo even een halve minuut en dan is het klaar. Dan komt de volgende stap, het afspoelen. Nou, wat je doet is vrij simpel. Waterstraaltje, je haalt het gietraam, haal je eruit. En je laat het water zoveel mogelijk langs het hele vlak van het gietraam stromen. Wat je daarna doet, je kan het gietraam een paar keer zo uitzwaaien, dan komen de grootste druppels, die komen los van het plastic. Zo, ik heb het andere gekleurde gietraam inmiddels ook gedaan. Er komt nu een belangrijke stap, waarbij je even moet opletten. En dat is het kleurloze deeltje. Ook die doe je gewoon in het water. Je beweegt het een beetje, je zorgt dat het allemaal contact maakt. En ook dit gietraampje spoel je daarna af, gewoon met koud water. Wat is er nu even anders? Als je dit na het afspoelen, als je dat laat drogen, dan bestaat het risico dat de druppels die erop zitten, dat die uitdrogen tot ringen. En ringen, die zijn niet zo erg op gekleurd plastic, want dan ga je toch met je primer overheen. Maar het is wel een beetje sneu natuurlijk als die ringen op je kleurloze plastic zitten. Dus dat is de reden dat ik adviseer om het plastic een beetje schoon te deppen. Kijken. Schoon te deppen met papier. Zodat je in elk geval geen druppels meer hebt aan de buitenkant of aan de binnenkant. Zo, nou, we zijn er bijna. En dan zijn we bij de laatste stap aangekomen. En dat is eigenlijk gewoon de makkelijkste. Hoppakee. Hoppakee. En als laatste de transparant. En hoppakee. En zo simpel is het eigenlijk. Nou, de vraag is misschien, hoe lang moet je nou eigenlijk wachten? Mijn ervaring is dat bij kleinere modellen, 1 op 144 en dergelijke, dat je eigenlijk vaak al, afhankelijk van temperatuur natuurlijk en luchtvochtigheid, dat je na een uurtje of 2 tot 4 ergens aan de slag kunt. Heb je nou te maken met grotere modellen, zoals bijvoorbeeld de Vasa? Dat is weliswaar dezelfde schaal, maar je kunt eigenlijk aan het model zien dat daar veel meer, ja, nooks en crannies zitten, veel meer kieren en holtes. Dan is het vaak toch wel zo dat je ongeveer met een uurtje of 12 rekening moet houden. Verder is het zo dat dit hele wassen natuurlijk nul zin heeft als je vervolgens zelf daarna met je eigen vette vingers ermee aan de slag gaat. Natuurlijk kan je niet voorkomen dat je met je vingers contact maakt met de onderdelen. Maar ik zeg altijd zo, model bouwen. Het bouwen moet je eigenlijk een beetje zien zoals een maaltijd. Voordat je eraan begint, gewoon even je handen wassen. Dat garandeert eigenlijk gewoon dat er niet al te veel rotzooi op je model komt. Je hebt ook modelbouwers die zijn heel erg pro. Die gebruiken laboratorium handschoenen, plastic of latex handschoenen. Ik zou dat zelf niet zo heel snel doen. Maar het gaat eigenlijk om het idee dat je zo in ieder geval voorkomt dat je straks gaat schilderen en dat je er dan ineens achter komt dat dit model blijkbaar uit echt een hele vette mal terecht kwam of iets dergelijks. Goed, dat was het. Bedankt.